En dus ik ben gewoon met hem in zee gegaan. Dus in mijn tweede en derde huis heb ik met hem getekend. Zelfs zonder voorwaarde van financiering. Dat betekent dat als een klad wij opeens 30.000 euro boete moesten betalen. En ik had het trouwens ook niet, mensen. Dus mijn allereerste vraag daarin, Donovan. Waarom heb je ooit mij gekozen als een joint venture partner? Hoi allemaal en welkom terug bij een nieuwe YouTube video. En vandaag naast mij heb ik een hele speciale gast. Donovan Chang, hij is een van onze coaches bij de Real Estate Masterclass, een persoonlijke vriend. En mijn allereerste ever joint venture partner met wie ik ooit gezamenlijk een huis heb gekocht. Maar voordat ik natuurlijk verklap wie hij is, Donovan, kun je jezelf introduceren wie jij bent en wat je doet? Ja, dankjewel Xuxin. Mijn naam is Donovan Chang, ik ben 40 jaar oud, geboren en getogen in Rotterdam. Ik heb sinds 2017 een vrouw. En sinds 6 maanden een puppy, een Shiba Inu puppy. Ik ben zelf in 2016 begonnen met vastgoed. Ik heb een boek gelezen, Rich Dad Poor Dad. Ik denk dat vele mensen dat boek wel kennen. Ja, denk ik ook wel. Raakte gewoon geïnspireerd door gewoon van wat kan vastgoed bieden qua passief inkomen. En er ging gewoon een hele nieuwe wereld voor mij open. En sinds die tijd, ik heb me erop gefocust, trainingen gevolgd, cursussen gevolgd. Geïnvesteerd in mezelf en sinds die tijd heb ik gewoon een portfolio opgebouwd van meer dan 10 pannen. Ja, helder. Dat was even in het kort. Geweldig. En je bent natuurlijk nu momenteel een coach bij de Real Estate Masterclass. Je hebt al tientallen mensen onderhand getraind en opgeleid. Ja. Ik ben toch wel even benieuwd, waarom ben jij eigenlijk gestart in vastgoed? Nou, ik vond het altijd heel interessant om gewoon in stenen te investeren. Zeg maar. Gewoon iets wat vast, je koopt het en het staat er gewoon, zeg maar. Daarom is aandelen bijvoorbeeld voor mij niet echt aantrekkelijk, want het is niet iets wat ik fysiek kan voelen, zeg maar. Ja. En vastgoed is, ik vond het altijd fascinerend dat je gewoon een pand koopt wat er niet uitziet. het stinkt, het ziet er gewoon helemaal niet uit en dat je het gewoon renoveert. Ja. Het ziet er gewoon mooi uit, de mensen die daar komen wonen zijn ook gewoon echt vet enthousiast en dankbaar. En dat is gewoon iets wat mij gewoon voldoening geeft. En daarnaast natuurlijk ook dat je gewoon op lange termijn vermogen opbouwt. Het is natuurlijk gewoon, als je kijkt van, tegenwoordig spaarrente staat sowieso heel laag. En vastgoed kan je gewoon sowieso meer dan 10% rendement pakken. Ja. In mijn eigen ervaring. Uit je eigen ervaring natuurlijk. Ja. Minimaal. Ja. Rendement als in bar of return on equity. Beide waarschijnlijk eigenlijk. Ja. Oké, helder. Hey, en ik denk dat als je goed bent, vandaag wil ik natuurlijk even heel kort over hebben over eigenlijk onze eerste samenwerking. En laat ik even dan een stap terug gaan. Hè. Kijk, een vraag die ik wel eens vaak krijg is van, maar hoe ben je gegaan van je eerste pand naar je tweede pand? Ja. En weet je wat? Jij was natuurlijk mijn allereerste joint venture partner, dus mijn tweede en mijn derde huis heb ik met jou gekocht. En voor degene die het niet wisten, mijn tweede en derde huis heb ik dus met Donovan gekocht en ik heb het huis nog nooit van mijn leven gezien toen ik met hem ging tekenen. Want zoveel vertrouwde ik mijn vriend ook, Donovan, en die ook nu natuurlijk coach is. En letterlijk, ik was gewoon op vakantie in China en we deden het via WhatsApp. En het was volgens mij wat foto's, wat berichten. En hij vroeg aan hem, is het een goede deal? Ja. En dus ik ben gewoon met hem in zee gegaan. Dus in mijn tweede en derde huis heb ik met hem getekend. Zelfs zonder voorwaarde van financiering. Dat betekent dat als een klad wij opeens 30.000 euro boete moesten betalen. En ik had het trouwens ook niet, mensen. Dus mijn allereerste vraag daarin, Donovan. Waarom heb je ooit mij gekozen als een joint venture partner? Dat is een hele goede vraag, Xuxin. En dat is ook de tendens. Dat is gewoon wat heel veel mensen, zeg maar, dat hoor ik ook van mijn eigen coachees, van ze hebben geen tijd. Ze hebben natuurlijk gewoon een 40-uurige werkweek, weinig tijd om bezichtigingen te doen bijvoorbeeld, om hun huiswerk te doen, van is het een goede deal, afspraken te maken met makelaars, et cetera. Dus wat betreft, waarom zou je een joint venture doen? Ten eerste, je kan de dingen verdelen. Dus qua tijd is het gewoon veel efficiënter. Zoals wij het hebben gedaan, weet je wel. We hebben gewoon de taken verdeeld. Ten tweede, samen kom je gewoon verder. En ook veel verder en ook sneller. In kortere tijd, in kortere periode. Je verdeelt alles. Dus eigenlijk in principe alle verantwoordelijkheden worden gewoon verdeeld. We hebben natuurlijk beide een grote netwerk, dus het is gewoon tijd, je optimaliseert je eigen tijd. Ons netwerk, gezamenlijk netwerk, daar hebben we gewoon meer aan. Dus het is dat al die dingen, zeg maar,
dat is waarom ik ervan hou om een JV aan te gaan. Met ja. Deze. Ja. Van wat is nou eigenlijk een JV? Dat is een hele goede vraag. JV staat voor Joint Venture. En dat betekent eigenlijk gewoon een samenwerkingsverband die je aangaat met een persoon. En dat kan een familielid zijn, kan een vriend zijn, maakt niet uit. Het is gewoon een samenwerking en het is ook een van de strategieën die heel vaak gebruikt wordt binnen vastgoed. Omdat ten eerste, als je een JV aangaat met iemand, kan je alles verdelen. Dus het geld wat je moet neerleggen en ook de tijd die je erin steekt, wat je ook kan verdelen, zeg maar. Dus wat dat betreft, een JV, een joint venture, is zeker voor de beginnende mensen die willen investeren in vastgoed, is dat een hele goede optie. Oké, helemaal groot. Dus het is eigenlijk gewoon een samenwerkingsverband ook, dat je met de andere persoon aangaat. Ja. Waarbij je eigenlijk ook dus aan beide kanten juridisch verantwoordelijk bent voor alles wat er gebeurt. Ook ja. Opeens, ja? Ja. Dus, ja. Dus Donovan en ik hebben dan ook, volgens mij, een aantal panden in ieder geval al ge-JV'd. Waarbij we dus beide verantwoordelijk zijn. Dus we zijn ongeacht de situaties allebei verantwoordelijk in die situatie. Mocht er iets met het pand gebeuren, huurinkomsten, et cetera. Ja. Ja, nou, met name aan mijn kant, hè. Want ik had toen tijd volgens mij 20.000 euro moeten bijlenen om natuurlijk een volgende pand te kunnen komen. Maar dat is bij far niet genoeg. Ja. Toen heb ik jou natuurlijk benaderd en gelukkig stond je open voor. Maar waarom accepteerde je dat ook al, ja, weet je, ik had maar 20.000 euro en minder ervaring dan jij zelfs. Nou, ten eerste, we kenden elkaar al wat langer. Ja. En ook op basis van het vertrouwen wat je aangaf. Dus het vertrouwen, want een JV, je gaat een relatie aan met iemand voor langere termijn. Ja. Daarom is het ook gewoon goed om te kijken van, oké, wie kies je als JV-partner? Want integriteit, vertrouwen hebben in die persoon, dat is gewoon heel belangrijk. Ja. Dus wat dat betreft, ook al had je het geld niet, weet je wel. Ik wist gewoon van, je bent, je staat ergens voor, je bent dedicated, je bent committed. En ik weet gewoon van, wat wij opbouwen is gewoon voor langer termijn. Ja, hartstikke bedankt, Donovan. En misschien kun je nog misschien kort beschrijven hoe het dan was eigenlijk toen je was gestart met mij. Hè? We gingen een pand kopen. Wat waren misschien de leerlessen in het hebben van een joint venture partner? Of een ding die je niet had verwacht misschien, hè? Kan ook. Ja, voornamelijk het juridische gedeelte, dus dat je samen tekent natuurlijk. En je gaat gewoon samen, word je eigenaar natuurlijk. En het is wat dat betreft ook qua de financiering. Je start het beide op natuurlijk, dus beide moet je dan documenten inleveren bij de financiële adviseur voor de bank. En wat dat betreft had ik natuurlijk jou ook nodig, want we hebben natuurlijk ook een financiering lopen in Duitsland. Ja. Waar ik zelf niet, mij alleen was het niet gelukt, maar jij natuurlijk, dus we konden het samen konden het wel doen. Dus wat dat betreft, je hebt gewoon veel meer mogelijkheden ook als je samenwerkt. Ja, helemaal helder. Qua financiering. En als je dan kijkt naar veel startende vastgoedinvesteerders, dan is natuurlijk een van hun zorgen van, ja, ik heb niet genoeg geld. En een van de manieren dat ze kunnen doen natuurlijk is om een joint venture partner te kiezen. Ja. Je hebt nu onderhand meerdere joint venture partnerships gehad. Hè? Niet alleen met mij, ook met andere investeerders en ook andere zeer ervaren investeerders. Ja. Zou je het aanbevelen? Zo ja of nee? Waarom wel of niet? Ik zou het zeker aanbevelen. Wat ik ook merk bij de cursisten die ik train, is dat soms hebben ze niet voldoende liquide middelen om zeg maar gelijk een pand te kunnen kopen. Dus dan is het interessant juist om een JV aan te gaan. Bijvoorbeeld een private money lender die gewoon het geld neerlegt, zeg maar. Dan teken je gewoon een JV-contract mee van oké, we splitten alles, de huurinkomsten en ook bijvoorbeeld bij het verkoop, dat de winst ook gesplit wordt. Ja. Het voordeel daarvan is, je begint al gelijk met vastgoed. Dus je tekent al een contract, een koopcontract. En je maakt je eerste stap al richting vastgoed om het op te bouwen van je portfolio. En je bouwt gelijk vermogen op. En de huurinkomsten komen ook al gelijk binnen. Ja. Dus wat dat betreft, misschien lever je iets wat rendement in. Maar op de lange termijn haal je dat er gewoon uit. Ja, absoluut. En wat ik ook daar zie, en misschien zie je dat ook bij je eigen cursisten en deelnemers. Van eenmaal ze hun eerste paar panden hebben, alles gaat zoveel malen sneller daarna. De ervaring krijgen ze mee. Misschien wel minder rendement, dat klopt. Maar die ervaring is zo belangrijk om daarbij te groeien. Juist, de ervaring is inderdaad ook een hele goede. Je bouwt gelijk ervaring op. En de banken zien natuurlijk ook dat je, je hebt al een pand gekocht. Die verhuur je al goed. Dus daarmee bouw je ook een soort van credibility op bij de banken. Ja, absoluut. Inderdaad. Eenmaal trouwens, als je dus bij de banken binnen zit. Ja, je hebt een paar panden gedaan. Het is zo makkelijk om de financiering daarna te kijken. Want je ken je al. Ja.
documentenwerk is makkelijk. Ja. Hupscase wil gewoon graag, zelfs graag je het geld geven. Zeker. Dus, absoluut. Ja. Dus je zou het aanraden in kort. Ik zou het zeker aanraden, ja, om daarmee te beginnen. Bedankt voor het bekijken van deze video. Ik hoop ook dat het voor jou waardevol was. Vergeet jezelf niet te abonneren op ons kanaal, zodat jij ook meer waardevol content zult krijgen. En vergeet ook niet de video te liken. Mocht je wat vragen hebben, laat ze achter in de comment sectie hieronder. En ik zie je graag tegemoet bij de volgende video.